Hartelijk welkom, beste kijkers, op de Romerberg in Frankfurt am Main. Hier vindt vandaag een massabijeenkomst plaats en het initiatief werd genomen door de werkgroep Bezorgde Ouders. Daarmee geeft deze vereniging opnieuw een duidelijk teken. De steeds toenemende vroegseksualisering van onze kinderen op school en op de kleuterschool neemt een steeds meer angstaanjagende omvang aan. Bezorgde Ouders vormt een actieve tegenbeweging, zoals u kunt zien. Er is hier echt veel gaande. Heel wat burgers zijn op pad gegaan en velen komen niet alleen uit Hessen. De groep Bezorgde Ouders is dan ook in korte tijd gegroeid tot een beweging over heel Duitsland. Ze is in politiek, religieus en in levensbeschouwelijk opzicht onafhankelijk en neutraal. Ze heeft als doel ouders, bezorgde burgers, grootouders, opvoeders, leraren en politici in een synergie te brengen ter bescherming van onze kinderen. Bezorgde Ouders is tegen iedere vorm van vroegseksualisering van kinderen in kinderdagverblijven, kleuterscholen en scholen. Er zijn talrijke bezoekers uit het buitenland gekomen, omdat ze dezelfde wensen en noden hebben. Er zijn deelnemers uit Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Luxemburg en Zwitserland. Zelfs zijn er mensen uit Roemenië gekomen en maken hun groeten over aan de gezinnen hier. Ze zijn allemaal vastbesloten op te treden tegen de steeds toenemende dwang voor vroegseksualisering van kinderen. Steeds meer vaders en moeders weigeren hun kinderen tot seksobjecten te laten maken van de moderne opvoedingspolitiek. Velen van u, beste kijkers, vermoeden misschien nog niet eens hoe ver deze plannen reeds gevorderd zijn en al op veel plaatsen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, kleuters moeten in knuffelhoeken bij zichzelf en bij de andere kleuters hun lichaam en hun naaktheid ontdekken en onderzoeken om op die manier speels de lichaamsdelen en eigen lust te leren kennen. Basisscholieren worden met de sekskoffer, die een plusje vagina, plastic, penis en condooms bevat, vertrouwd gemaakt met seks, lust en zelfbevrediging. Daarboven moeten de kinderen geconfronteerd worden met de veelsoortigheid aan seksuele neigingen. Deze omvat lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele, transgender en interseksuele mensen, genaamd LSBTTIQ. Dat geeft de hier aanwezige ouders, opvoeders, oma's, opa's en leraren grote zorgen. We willen nu even luisteren naar wat de mensen nu precies in beweging brengt om naar hier te komen, om beslist nee te zeggen tegen de vroegseksualiseringsdwang van hun kinderen. Het recht de kinderen zelf voor te lichten wordt de ouders ontnomen. Ik ben erg voor voorlichting, ja, maar op zijn tijd, op de juiste leeftijd en vooral ook dat de ouders gevraagd worden. Laat de kinderen kinderen zijn. Wat wil je daarmee zeggen? De kinderen hebben een heel natuurlijke gevoeligheid. En als ze zeggen, ik voel me daar niet goed bij, dan is dat zo. Ze worden op de school gedwongen dingen te zeggen en dingen te bekijken waar ze zich niet goed bij voelen. Daarom ben ik hier. Dat mag niet zijn. Stop met het kwellen van onze kinderen met seksualiteit. Staat op jouw pet. Wat wil je daarmee zeggen? Ik bedoel, wanneer de kinderen te vroeg voorgelicht worden, worden zij misbruikt. Ze kunnen met deze gevoelens niet overweg. Voor hun is het een kwelling. Ik ken sommige kinderen die te vroeg zijn voorgelegd. Daarvoor hebben zij met de jongens heel natuurlijk gespeeld en daarna was dat niet meer mogelijk. Het was te pijnlijk voor hun, als ook onaangenaam. Ze zijn tieners, bijna pubers en kunnen daar niet mee overweg. Wat maakt jou het meest kwaad in deze situatie? Ik vind het verschrikkelijk en gewoonweg onmogelijk dat men zo weinig aan onze kinderen en aan hun gevoelens denkt. Jullie als leerkrachten zeggen toch tegen de kinderen dat zij over hun gevoelens moeten praten. Maar dat is gewoon niet mogelijk. Op school wordt het gewoon niet geaccepteerd dat de kinderen zeggen, ik wil dat nu niet horen. En dat wint mij op dat onze kinderen niet serieus worden genomen. En achteraf verwijt men ons ouders ook nog seksueel geremd te zijn. Dat vind ik erg. Het gaat mij op zich om de hele maatschappij. Weet u, ik ben leraar. En als leraar zie ik in de realiteit de achteruitgang aan mijn scholieren. Op zich ook bij de ouders. Als men ziet wat de seksuele opvoedkunde, deze zogenaamde wetenschap, doet met de mensen, dat is gewoon echt grof. Voor jou is het belangrijk dat de opvoeding een recht van de ouders is? Ja, dat is ook wettelijk vastgelegd in deze paragraaf. En ik pleit ervoor dat het ook zo blijft. Ik heb kleinkinderen in Berlijn en ik ben geschokt als ik lees in het onderwijsbeleid voor kinderopvang dat daar staat,
dat het voor de gezonde ontwikkeling van de persoonlijkheid van de kinderen belangrijk is dat zij hun seksuele behoeften met lust ten volle kunnen ontplooien. Ik vraag me af, waar gaat dat naartoe? Deze Anne Bietz heeft tijd genomen voor haar kinderen. Ondanks het feit dat ze 12 kinderen heeft, heeft ze geluisterd naar de behoeften van elk van haar kinderen. Ze dacht niet, oh, ik heb 12 kinderen, ik luister niet meer, ik heb werk, zat in het huishouden. Nee, ze heeft geluisterd. Oh, wat is er aan de hand met jou? En de jongen heeft gezegd, ik ben uit de les gelopen, want ik voelde mij niet goed. En dan heeft Anna Bietz, de moeder van 12 kinderen, gezegd, omdat je niet goed voelde, ben je naar buiten gegaan. Dat is goed. En dan heeft justitie toegeslagen en de vrouw is 8 dagen in de gevangenis geweest. Hoe kan dit in dit land? Dat mag toch niet? Onvoorstelbaar. Beste kijkers, hier werd ons een verhelderend inzicht gegeven in het verlangen van bezorgde ouders. In het volk is er dus een duidelijke eenstemmigheid. Vroeg seksualisering wordt afgewezen door de meeste mensen. Wanneer onze grondwet ondubbelzinnig de ouders het natuurlijke recht op opvoeding toewijst en deze opvoeding zelfs typeert als eerste plicht van de ouders, dan mag er op de scholen geen opvoeding zijn die ingaat tegen de uitdrukkelijke wil van de ouders. Er dreigt zelfs gevangenisstraf voor al diegenen die zich verweren tegen de vroeg seksualiseringsdwang van hun kinderen. Dat moet worden gezien als duidelijke overtreding van de grondwet. Het onmiddellijke handelen van de politieke verantwoordelijken is vereist. Hier heeft onze democratie de toetssteen te doorstaan, want het hoogste grondbeginsel van een democratie bestaat erin dat al de staatsmacht uitgaat van het volk. Zullen de politiek verantwoordelijken de wil van de ouders en van het merendeel van de bevolking respecteren? Alleen als we er volhardend bij blijven. Verspreid daarom deze belangrijke informatie en informeer iedereen die nog onwetend is. Met de volgende impressies nemen we afscheid en wensen u nog een aangename avond. Yeah.